Ja, lieve Leute, kom maar bij, want dit is alweer de derde aflevering van onze eigen Drinking Games. En dit keer een internationaal component. Jawel, wij zitten hier met onze eigen Française Céleste. Bonsoir. Met onze Engelse Lily. Hallo. En met onze eigen Limburger Jesper, die voor de rest helemaal niks in de kamer hoeft te zeggen, want dat verstaat toch niemand. En het Nederlandse kamp, dat wordt gevormd door Kevin, Lina en mijzelf. Let the games begin. Okay, we're going to play Irish Snap. The aim of the game is to be the first person to get rid of all your cards. And so each player takes it in turn to put down a card. And whilst they put down a card, they also say a number from ace to king. If the number you say matches the number on the card you've put down, you say snap. The first person to say snap is the winner. The last person to say snap has to take all the cards. And so you keep going until one person's got rid of all their cards. Ja, we begonnen dus bussen. Dat houdt in dat ze een stempel met kaarten is. En dat degene die mij doet aan het spel, moet er rooien of een kaart rood of zwart is. Gooien ze dat verkeerd, dan moeten ze drinken. Degene die de meeste fouten heeft gemaakt, die kreeg uiteindelijk in ieder geval met kaarten versie. Dan moet iedere keer rooien wat voor kleur kaart er leed. Maar als ze dat allemaal achter elkaar goed hebben gerooien, is degene ontsnapt. Lukt het niet, dan moet er iedere keer opnieuw atten totdat de trein is. Red or black? Rood. Wrong. We should drink. Drink. Après le jeu de vitesse de Lily, on va jouer à un jeu d'agilité. Ça s'appelle le CAPS. L'idée, c'est que vous pariez avec le joueur à côté de vous, que vous soyez plus agile que lui. On va avoir besoin d'une bouteille de bière, d'un bouchon de bière et d'un deuxième bouchon de bière. L'idée, c'est que vous placez le premier bouchon de bière sur la bouteille vide et qu'avec votre deuxième bouchon, vous essayez de l'envoyer voler. Ça m'est réussi, ce qui veut dire que la personne avec qui j'ai parié doit boire. Si ça ne réussit pas et que je lance à côté, c'est moi qui dois boire. Ja, lieve mensen, dat was hem alweer de derde Drinking Games. We hebben zelf eigenlijk geen idee wie er nu precies gewonnen heeft. Niet in het Engels, niet in het Frans, niet in het Nederlands, niet in het Limburgs. Maar ach, wat maakt het eigenlijk ook uit. Uiteindelijk spreken we allemaal dezelfde taal en dat is de taal van de alcohol. Fijne avond nog. Doeg!